Ga fruit eten. Oké, wat vind je van dit mooie lief kleed? Michelle heeft maandag prom. Een hele goede morgen. Het is weer dinsdag. Ik ben moe. Ik ben echt moe. Bella staat hier naast me te wachten. Die wil naar buiten toe. Ik heb al koffie op. Dus dit is mijn hoofd na de koffie. Waar ging het mis? Ik kon niet slapen vannacht. Ik weet niet waarom. Ik kon niet slapen. Ja. Ik ga gauw Bella doen. Mijn koffie en mijn ontbijt is al op. Broodje met appelstroop. Niet zo heel fancy, maar goed. We gaan Roos ophalen. En we gaan de dag weer beleven. Tot zo. Pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If so. Zo een van de Marco was, die wordt weer rijkelijk gevuld. Die gaat alleen op om er wat in te doen. Fop Steve wachten, die rijdt ook mee. Ja, ja, dus ja, komt er zo aan rollen. Inmiddels weer terug met Roos. Roos is alweer in bed natuurlijk. Het is een beetje hetzelfde verhaal elke keer. Die valt. Nou, ze was nu niet in slaap gevallen, maar ze was wel weer in haar ogen aan het wrijven en zo. Dus ik heb haar lekker op bedje gelegd en dat geeft mij even tijd om nu te gaan editen. Want kijk, ze slaapt. De camera staat ietsje, beetje te laag, maar je ziet dat ze lekker slaapt. Slaap lekker, Rosa. En jullie tot zo. Nou, inmiddels is Rosa weer wakker en gaan we fruit maken. Maar ja, ik heb dus geen lekker fruit meer, dus ik maak even het potje open. Hey, Rosa. Ga fruit eten. Ik ga het even pakken voor je. De fruit en wat te drinken. En dan, wat dan zeggen, weet je? Nee, ik ga gewoon roze fruit geven. Roze kan fruit. Echt niet dat jij moe bent. Echt niet. De dieren zijn klaar voor een ritje. Hey. Kijk hoe dit gaat, hè. Het eigenlijk heeft helemaal niet zoveel zin om een kleed voor jou neer te leggen, want je rolt alle kanten op. Ik vind het toch een beetje. Hou jij even je mond. Ja, jij bent voor op de kinderstoel. Zo, uit. Ja. Dus ik weet niet of ik de puzzelmat moet neerleggen, want die eet je ook natuurlijk. Ja. En kijk, Rosa sokken. Kijk, de sokken. Hoe mooi. Die zijn van. Volgens mij bij Kruidvat. Die hadden toen de hele reeks van Lief hadden ze te koop. En ik vind ze ook heel lief. En wat is verder je outfit van de dag? Ik weet het niet, hè. Een heel mooi t-shirt met een poesje. Oh ja, het is een beetje kwijl, zeg maar. En een legging. Ja, en een legging. Ja, vindt ook? Vindt ook. Toppie. Oké, wat vind je van dit mooie lief kleed? Beetje zacht is die, hè? Af en toe wrijven. En dan weer knuffelen. Ja. Wat vinden we hiervan? Die is ook bij de Kruidvat vandaan trouwens, mensen. Dit leuke... Ja, dit is een picknickkleed. Kijk, hier aan de onderkant zit zo'n soort foamlaagje of zo. Waardoor het lekker zacht is.
En als je het dan op het gras legt of zo, dan blijven je billen lekker droog. En nu heb ik hem eventjes als speelkleed neergelegd. Hoe cool! Want het is ook nog ja, een beetje anti-slip, zeg maar, ook nog. Een multifunctioneel kleed, ja. Een multifunctioneel. Multifunctioneel kleed. Ja, ga je speelgoed pakken. Ga eens kruipen dan. Ga ze pakken. Ga ze pakken. Nee hè, niks te doen. On camera gaan we helemaal niet zien. Oh, nee. Nee, gaan we niks doen. Kiekeboe. 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 I turn my head and hold it high, but it's making me shiver. He's not like you, don't want him to. He's more like the river, growing stronger. When we're alone, there's no you in the picture. Ain't my number, isn't how I want it to. Is dat Bella, Rosa? Mom? Is dat Rosa? En Bella? Is dat Bella? Bella? Show yourself. Dus Michella is leuker dan Janneke. Rosa. Ze loopt in de bal. Ja. Zullen we met de hand zo meppen? Rosa. Is het er nog? Oh, ik ga draaien. Rosa. Ga je volle aandacht aan mij geven? Kijk naar mij. Kijk naar mij. Kijk Rosa. Naar. Kijk naar mij. Hey. Rosa, Rosa. Oh, ze is nog een kusje. Hé, hey. Ah. Ik heb nog een kusje. Maar Michella, wat moet je zo meteen doen? Nog voor. Zeggen. Niet waar, wat ga je halen? Kronkaartje. Maar heb je je jurk geregeld? Ja, ik moet vrij op. Oké, en schoenen? Nog niet. Dan gaan we het laten zien aan de mensen, die jurk. Ik zie me wel hoe dit er aan mooi in zit. Ja, stel je voor dat die niet mooi is. Nee. Want Michella heeft maandag prom. Ja, en 2 dagen daarna word ik pas gebeld of ik geslaagd ben of niet. Ja, en anders heb je 2 keer prom. Ja. Nee, dan ga ik volgend jaar echt niet naar dan prom. Dan heb je prom. Hey, dit is sowieso de eerste en de laatste keer dat ik naar prom ga, want ik vind het zo duur. Gewoon met alles inbegrepen is het zo duur. Volgens mij wil Bella ook meedoen. Staat hier te kwispelen. Ah. Rosa, is dat Bella? Ja. Ik heb hem net schoongemaakt! Moet je eens kijken wat onder haar sok staat geschreven. Onder sokken? Onder haar sokken. En moet ik hem bewegen? Deze broek is er niet voor gemaakt. Oh. Staat erop. Lief. Ah, wat heeft Michella met jou gedaan? Heb je een staart op je hoofd? Het is veel te groot elastiek. Het kan niks wel. Anders. We hebben kleintjes. Is het mooi? Kijk eens. Ploep. Oh. Ik heb een dropje ook. Ze vond het leuk dat jij je haren deed. Dus jullie zijn meisjes dingen aan het doen. Ik kan niet vroeg genoeg beginnen. Goeie muziek. Zullen we Justin Bieber doen? Oh nee! Oh nee! Ook weer een leuke. Dit is een van mijn favoriete nummertjes. Kom op. Vind je hem leuk? Ja? Babyvlog. Oké. Babyvlogs. Oh, baby huilen. Die is leuk. Die is leuk. Kijk. Rosa. Zielig hè, Rosa?
En lasagne eten we. En we gaan avondvierdaagse lopen in dit weer. Ja, en je hebt een mooie schoolshirt aan. Tim niet, die loopt geen avondvierdaagse. En Roos is weer helemaal onderuit gezakt. Die is weer in de chill modus. En die is ook aan het eten. Lekker hè, dat kleedje. Ik heb hier ook de... Wat is dat ding nou in de mond? Oh, ben je wat een zieke moe? Even naar een lach toe jongens, zo kijken ze aan. Ik ga ook nu even de avond bezig met de stekjes. Dat is hoe we het doen, hè, Tim. Goed gedaan, man. Ga je wel de deur even. Pak camera en Rosa stil, hè. Je moet gewoon even de camera verleggen. Oh, wacht. Ik ga het ene filmpje weer laten zien, hè. Ik ga dat ene filmpje weer laten zien. Oh ja, dat ze gaat praten met die baby. Ja. En we gaan weer naar huis. Sanne is net opgehaald, die is avondvierdaagse lopen. En ik niet vloggen! Nee, en ik ga Tim meenemen. Die gaat zijn jas even aandoen, want het regent weer buiten. En Rosa gaat ook mee. Zit er ook klaar voor. Zullen we die even aan de buggy hangen? Ja, ik kan hem heel meteen wat moet passen. Een beetje zwaar, hè? Ja. Oh, wacht. We zetten hem wel even hier erop, zo. Zo, zo kan het ook. Ik ga ook ons kind kijken. Maar wij gaan er vandoor. Ja, de kinderen zijn weer naar huis. Vlog zat weer te renderen. Vlog is weer geüpload. Het is een storm buiten. Dit was de eerste dag van de avondvierdaagse. En wat een storm hebben de kinderen gehad. Sanne liep met haar vader. En mijn nichtje liep met mijn zus dan, met haar moeder. Helemaal tot op het bot waren ze nat geregend. Ze hadden wel van die regenponcho's, mijn zus niet. Dus die zijn echt totaal verzopen thuisgekomen. Natte schoenen, nat alles. Maar goed, de dag zit er weer op. En ja, voor mij rest er niks anders meer. Bella is al uitgelaten dan een douche op te zoeken, mijn bedje in te duiken. En ja, morgen is woensdag. Zagen we alweer de week door. Zo snel kan het gaan. Vond je het een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer ik kan hier een bolletje hierboven. Hier zijn nog twee schermpjes die je misschien leuk vindt om te kijken. Slaap lekker voor straks. En als je dit in de ochtend kijkt, een hele fijne dag toegewenst. Doei!